Het is zondagmiddag en de familie Volmers geniet van de zon. Zo, jij hebt je zomerkleren ook al aangetrokken, zie ik. Ben je toch wel een klein kind? Moet ik even wat flippers en een duikbril voor je gaan halen? Ah, Jamie, je kan dat toch ook wel uittrekken? Het is veel te warm. Ik wil mezelf gewoon beschermen tegen de straling. Mijn lichaam moet nog even mee, weet je? Oh, een beetje zon zal jou echt geen kwaad doen, hoor. Jamie is gewoon een beetje preuts. Ik denk dat ze licht geven in het donker. Hey, je hoeft je voor ons niet te schamen, hoor. Milan is ook gewoon je broer. Milan is mijn stiefbroer. En het gaat ook helemaal niet om Milan. Het gaat erom dat ik er geen zin in heb om er halfnaakt bij te zitten als er ook andere mensen zijn. Shit. Ja, dat dacht ik al. Dat debat is lek. Jimmy, jij hebt wat betere oren. Kom eens. Ik kan ook echt helemaal niks alleen, hè? Nee, maar daar moeten we elkaar ook een beetje helpen. Ja, Jamie is altijd zo super serieus. Het is net alsof je niet meer mag lachen naar je tiende of zo. Goed luisteren, ongeveer daar. Ja, maar ik hoor niks. Je moet ietsjes beter luisteren. Gewoon een heel klein beetje. Ja, nee. Maar luister, ik hoor toch niks? Ja, maar ietsjes naar rechts, ietsjes naar rechts. Oké? Okay? Ik moet toch iets van een piepje op. Help me dan! Ja, je hebt er zelf op gevraagd. Het is niet alleen goed voor Milan dat hij bij ons is. Het is ook goed voor Jamie, want die is altijd zo serieus. De volgende ochtend is Milan op zoek naar ontbijt. Maar zijn brood lijkt het weekend niet goed doorstaan te hebben. Zo, normaal. Mijn broodje zat er bijna tussen, hè? Dit is mijn enige bruikbare en eetbare brood hier. Dus doe even rustig. Wat is met jou aan de hand trouwens? Ja, dat kan ik beter aan jou vragen, hè? Waarom heb je die foto's op klikker gezet? Foto's? Welke foto's? Ja, we hadden dus afgesproken dat we nooit privéfoto's van elkaar naar klikker zouden sturen. Nou, dat doet Milan dus mooi wel. Ik heb dat niet aan klik gezet. Nee, tuurlijk. Iemand die is in onze tuin geweest en die heeft foto's van mij gemaakt en die vervolgens op klikker gezet. Wat is dat dan weer voor stom excuus, man? Jamie, ik heb het echt niet op klik gezet. Oprecht. Weet je wie die foto heeft gemaakt? Ja, jij! Je moeder. Ja, echt. Kijk. De gebruikersnaam is Miranda Volmers. En Miranda heeft nu sinds een week of twee ook een social media account. En ze zit gewoon een beetje te appen met de broer of zo. Maar ja, nu is ze dus ook geleerd hoe ze foto's moet posten. Wie heeft mijn moeder uitgelegd hoe ze dingen moet posten? Dat was ik. Wat, ze vroeg mij hoe ze dat moest doen, dus ik leg dat gewoon even uit. Kijk nou, dit zijn echt alleen maar foto's van mij. Iemand op school die heeft dat profiel van mijn moeder ontdekt. En die foto's lekker op klikker gezet om met mij te zieken. Girl, altijd oppassen wat je op social media zet. En niet alleen op mijn kluisje, hè? Ik heb er wel 10 in school zien hangen. Hey Jamie, kunnen jullie iets halen vanavond? Want ik heb een beetje haast. Waarom zet je foto's van mij online? Nou, gewoon omdat je mijn dochter bent en omdat ik met je wil showen. Ja, je dochter ja, niet je huisdier. Heb je wel eens gehoord van mijn privacy? Nou, Jamie, nou ga je wel een beetje ver hoor. Nee, ik ga helemaal niet te ver. Jij zet gewoon half naakte foto's van mij online zonder dat even te overleggen. Ja, kunnen we dit gesprek een andere keer hebben? Want ik heb echt heel erg haast. Ja, nee, dat kan dus niet. Ik ga toch ook geen foto van haar maken als ze onder de douche staat of zo en die vervolgens posten? Iedereen op school kan die foto's zien, want je hebt je profiel niet eens afgeschermd. Ja, sorry hoor. Afgeschermd? Hoezo? Het kan geen kwaad om een beetje voorzichtig te zijn met die dingen. Wat? Weet je, prima, anders gaan jullie dat lekker met z'n tweeën hieruit zitten praten. Ja, Miranda. Wat is dit? Jij hoort mij te steunen, hè? Ik steun je toch ook? Ik heb alleen een andere mening. Ja, heb je zelf door hoe dom dat nou klinkt? Nou, als hier iemand dom... God. De volgende dag is Jamie's woede nog lang niet bekoeld. Dus heeft ze een plan verzonnen.
Wacht, ik ga maar. Ik spreek later. Ik ben best belangrijk. Waar was jij vanochtend? Had je straf of zo? Dat je zo vroeg weg was? Nee, ik had gewoon geen zin om met die vrouw aan het ontbijt te gaan zitten. Dus ik had mijn wekker gewoon extra vroeg gezet. Die vrouw? Je bedoelt je moeder? Wat ben jij aan het doen dan? Ben je aangifte aan het doen tegen je moeder? Ja. Als die vrouw niet naar mij wil luisteren, dan zoek ik het gewoon hogerop. Logisch. Echt zo geen goed plan. Jay moet echt een keer inzien dat ze heel blij moet zijn met de ouders. Weet je wat echt zou helpen? Als jij mee aangifte gaat doen. Ga je serieus echt aangifte doen tegen je moeder? Hallo, heb jij wel eens van privacy gehoord? Ja, ik vind het een beetje te ver gaan hoor. Echt. Ik heb nu eindelijk een pleeggezin waarin ik me wel lekker voel. En dat ga ik niet door Jamie laten verpesten. Je weet zelf, en ik weet het, uit ervaring, het kan nog 1000 keer erger. Misschien moet je gewoon eventjes wat minder met jezelf bezig zijn en gewoon ook even aan andere mensen denken. Hallo, ik denk altijd aan anderen. Sorry, ik vind het eigenlijk ook al wat te ver gaan. Je moet sowieso nooit grote stappen zetten als je midden in je emoties zit, hè? Geef het een paar dagen, laat het even zakken, gewoon. Ik ga die foto's nog een paar dagen online laten staan. Dit is zo dom, doei. Ja, ik ben het wel eens met Milan. Wacht, mag iemand van de schoolleiding een leerling eigenlijk wel dom noemen? Nou ja, als ze ook dom doet. Ja, dus ik moet gewoon over me heen laten lopen. Dat is wat jij zegt. Nee, je mag wel gewoon voor je mening uitkomen. Maar aangifte bij de politie, ik bedoel, dat is een beetje extreem, hè? Ik bedoel, bekijk het vanuit de kant van je moeder. Zij, weet je wel, doet ze dit omdat ze... Kunt ze mij helpen met mijn kluisje? Oh ja, sorry, Jamie. Tuurlijk, kom maar. Die avond is Jamie te laat voor het avondeten. Deze soep is eigenlijk best wel te hachelen, eigenlijk. Milan. Hey, niet doen. Waar blijft ze nou? Ja. Heb je enig idee waar ze is? Jamie? Ja. Nou ja, ik heb haar vanochtend nog op school gezien. Ja, maar waar is ze nu? Ja, dat weet ik niet, eigenlijk. Ja, ik heb echt wel een idee waar ze is, maar moet ik dat dan gelijk gaan vertellen? Inspreken en wel eigenlijk ook niet nog maar een keer. Stuur maar een berichtje of zo. Ugh. Ja, dat had dus geen zin. Ja. En ligt dat nou aan mij? Dat zeg ik toch niet? Nou ja, misschien. Heel misschien heb ik toch wel een soort van idee waar ze is. Nou, hup. Nou, misschien is ze op het politiebureau. Wat? Hoezo? Wat is er gebeurd? Nou ja, ze had het dus over aangifte doen. Aangifte wat? Tegen privacy schending. Nou, god. Ja. Echt? Ja. Jamie weet je altijd weer te verrassen. Zelfs als je denkt, die gaat mij verrassen, dan nog weet ze je te verrassen. Jamie. Was jij op het politiebureau? Ik was niet op het politiebureau, hoor. Milan zegt dat je aangifte aan het doen bent. Je gelooft ook echt alles, hè? Mm-hmm. Jamie die een geintje maakt over aangifte. Echt niet. Misschien, heel misschien, heb ik inderdaad een beetje overdreven gereageerd. Maar ja, dat kon ik ook weer niet weten, hè? Dat ik daar dan nu weer zo over zou gaan denken. Hier, Jamie. Ik heb erover nagedacht en ik zal die foto's wissen. Ik weet niet hoe het moet, maar Milan, jij gaat mij zo helpen, toch? En dan zijn ze eraf, hoef je nergens meer druk over te maken. Ja, daar ben ik blij mee. Al is iets op het internet nooit echt weg. Waarom niet? Zijn ze toch gewist? Nou, dat is dus juist het ding. Dat is dus niet zo. Maar ik heb ook wel sorry. Niet omdat ik ongelijk had, hoor. Want ik heb gewoon gelijk. Maar wel dat ik zo heftig reageerde. Ik bedoel, dat was niet echt nodig. Misschien ben je pas wel echt een familie als je ruzie kan maken en het ook weer goed kan maken. Ik zou ook echt super pissig zijn als ik...